Vandaag is de tweede dag van het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 op het sportcomplex van HBSS in Schiedam. Er doen 35 teams mee, 14 scholen uit Schiedam op de bekende halve 7x7 veldjes. 30 mei is de finale pool met de beste 7. Per team zijn er 10 kinderen. Het is 7 tegen 7 en de wedstrijd duurt 17 minuten. Dit evenement, het 7x7 toernooi, is de laatste jaren uitgegroeid met wel 40 teams die meedoen. Volgend jaar willen ze het op 4 velden gaan doen. Dat zal dan plaats gaan vinden op het nieuwe sportparkcomplex, waar onder andere HBSS, SVV en Hermes DVS dan gevestigd zullen zijn. Koos Landsberger is al 25 jaar organisator